Hi schorpioen, dankjewel voor jullie geduld. Ik had de vis en de kreeft al gedaan en nu komen jullie natuurlijk ook als waterteken. Een moment. Oké. Ik moest eventjes wat controleren. Maar waterteken schorpioen, achtste teken van de dierenriem. Wordt geregeerd door Pluto. Iedereen bedankt die gebruik heeft gemaakt voor de 15 minuten voor 15 euro. En in het najaar hebben we natuurlijk de cursussen die eraan zitten te komen. De cursus Tarot Online, Astrologie Online en ook Love Yourself First, Schorpioen. Dus mocht je daar gebruik van willen maken, gezellig samen met anderen. Gaan we deze reis maken, dan kun je daarvoor opgeven via onderstaand e-mailadres. En je kunt natuurlijk ook gewoon een keer een horoscoop laten maken, mocht je dat nog in de planning hebben. En je kunt ook een reading aanvragen. Oké. Schorpioen Universum, dankjewel. Achtste teken, Pluto. Schorpioen, ik heb hier de drie van Pentacles. Aarde, energie, maagd, stier, steenbok. En dit is ook een kaart van samenwerking. We hebben de Queen of Cups, dat ben jij natuurlijk. En we hebben de drie van zwaarden. Maar we hebben ook de tien van zwaarden. En we hebben onder andere ook de devil energie. Ik heb het idee, Schorpioen, ik denk niet dat jij dit zelf bent, maar iemand in jouw omgeving. En ik heb het idee dat je iemand wil helpen. Dat je iemand wil helpen en dat je iets anders wil dan dat het is. Een situatie is in een bepaalde, is zo zoals het is. En jij wil eigenlijk dat het anders is, dat het beter gaat. Maar het gaat juist niet goed. En jij wil dat het wel goed gaat, maar het gaat niet goed. En iedereen moet zijn eigen pad gaan in het leven. Ook jij. En ook iemand anders. En helpen kunnen we altijd door iemand de ruimte te geven. Hè? Iedereen moet zelf de beslissingen maken. Iemand moet zijn eigen keuzes daarin maken. En je kunt wel misschien wat aangeven, maar je kunt niet het pad van iemand anders lopen. Dat moet iemand toch zelf doen. Maar je wilt toch iets doen, heb ik het idee. Maar belangrijk is hierbij om de dingen te accepteren zoals ze zijn. We kunnen wel onrealistisch denken dat we iets kunnen veranderen. Maar dat kan alleen de persoon zelf. Je kunt zelf, wat ik al zei, niet het pad van een ander lopen. En je wil het anders, maar door het anders te willen is dat een soort van controle. Van, ik accepteer de werkelijkheid niet, ik wil dat het anders is. Dus dan ga je in je hoofd zitten en dan wordt het nog gecompliceerder. Dus belangrijk is in sommige situaties om dingen te accepteren zoals ze zijn. En iemand moet door een bepaalde cyclus heen en dat kun je niet voor een ander doen. Toch heb ik het idee dat je aan de kant een beetje wacht, dat je aan de zijkant staat. En ik zal eens even kijken. Ja, als je wil. Als iets wat gecompliceerd is, als je wil dat dat minder gecompliceerd wordt, dat kan niet. Je kunt iets niet zomaar willen, ook al heb je een hele sterke wil. Iets is zoals het is. En jouw leven moet ook gewoon verder gaan. Hè? Jouw leven is niet het leven van een ander. Ook al zou je het graag anders willen zien, maar we hebben op een of andere manier iets te accepteren. Soms lijkt het dan wel alsof we niet om iemand geven, als we iets accepteren zoals het is. Maar ik hou toch van die persoon, ik wil deze persoon helpen. Maar als iets ongezond wordt voor jouzelf, dan is het geen helpen meer. Hè? Want jij moet vooral
Self-love toepassen, schorpioen. Love myself first. Wat is goed voor mij? En soms is het beter om van een afstand of met grenzen naar iets te kijken en toch van iemand houden. Dus dat wil niet zeggen dat je niet van iemand houdt. Het wil alleen zeggen dat je niet het pad van een ander kan bewandelen. Dus if you love somebody, let it go. Dat is dat liedje natuurlijk. Hè? Dat heeft er heel erg mee te maken. Je kunt niet dingen eisen of opleggen, want een ander moet het zelf doen. Dat heb ik nou al heel vaak gezegd. Ja, als iets niet goed voor je is of iets is niet in balans, dan kun je iets wel willen, maar dan moet je aan jezelf denken. Hoe krijg ik mezelf in deze situatie in balans? Wat geef ik aan mezelf? Love myself first. Dat is altijd de oplossing. De oplossing is niet als je ziet dat iets naar beneden gaat. Ja, ik wil dat het omhoog gaat. Maar dat is wil, dat is verstand. Werkelijkheid is dat het omlaag gaat. En dat moet je accepteren. En daarbij, iets wat omlaag gaat, is waarschijnlijk niet zo gezond voor jou. Dus het beïnvloedt ook jouw leven. En jij moet jezelf beschermen daarvoor. Dus je moet grenzen aangeven en je moet ook je hart zit erin. En dan is het extra moeilijk als het hartzaken zijn, maar dan nog heb je te dealen met je eigen hart, te zorgen voor je eigen hart. Dat is het moeilijke, schorpioen. Ja, deze situaties waarin we hierin zitten, zijn vaak lessen in ons leven waarin we dus die self-love moeten leren. Hè? Wat is self-love? Hè? Daarom doe ik de cursus ook, omdat het niet zo simpel is. Want je denkt, als ik mijn eigen leven on hold zet voor iemand waar ik van hou en ik spring erin en ik doe alles om diegene, maar iemand moet zelf willen. Dus je kunt niet iemand dwingen of dat is dan controle uitoefenen. En dat is niet wat hier de beste oplossing is, als een situatie niet de beste situatie is. Als iets niet een goede situatie is, dan moet jij je daarvan distancieren en je op jezelf richten met al je aandacht. Self-love op de eerste plaats en het accepteren van de realiteit. Sommige dingen zijn zoals ze zijn en zijn ook bedoeld zoals ze zijn. En dan kun je niet je wil opleggen van ik wil dat het niet zo is, maar het is zo. Dus als je van iemand houdt, laat ze dan gaan. Want zo leert iemand zijn eigen lessen. Je kunt niet iemand dwingen om te veranderen. Vooral als een ander het zelf niet inziet of als een ander zijn eigen lessen moet leren. Je kunt niet de lessen van een ander leren. Iedereen moet zijn eigen lessen leren. Dat heb ik nou 100 keer gezegd, maar dat is self-love. Als jij weet van, oké, ik vind het niet leuk, ik ben er, maar iemand moet daar zelf doorheen. En ik werk ondertussen aan mezelf, want het heeft geen zin om te wachten of te wachten tot iets verandert of zoiets. Je moet door, je moet aan jezelf denken. Altijd, altijd. Goedjes, schorpioen. Doei, doei.